$19 Fortnite card. Who wants it? No more Fortnite? Ja, ik ben wakker. Ik ben... Oh, dat is al een tijdje geleden. Ik denk dat ik jullie wel een goede uitleg verschuldigd ben. Dus ja, hier ben ik weer met een video. Dit is de eerste keer in bijna 2 maanden tijd dat ik weer eens de motivatie heb om mijn camera aan te zetten. De reden dat ik weg was, was omdat ik minder motivatie had. Misschien kwam het omdat ik me te veel focuste op de likes en op de abonnees. Ik kreeg daar zoveel fucking stress van, echt waar. Elke keer op zondag een dikke stress of die video moest om 7 uur of om 5 uur online komen. Of anders dacht ik van, oh nee, nu gaat die 1 like minder krijgen. Dan flipte ik gans en als die video dan niet online kwam, dan was ik aan het stressen van, nu gaat die slecht bekeken worden en zo. Ik wil daar mij eigenlijk nu gewoon niet meer op focussen, want dat verpestte gewoon het hele ding van YouTube. Ik wil gewoon filmpjes maken. En het maakt niet uit hoeveel mensen daar naar kijken, zolang dat ik er maar plezier in heb. Dus nu geen fucking uploadschema meer. Ik ga gewoon random uploaden wanneer het mee zit. Je kunt op elke dag van de week een fucking video verwachten om elk fucking uur. Het maakt mij niet veel uit. Behalve, ja, een uur, zo gewoon een gewoon uur, zo 5 uur of zo, niet om 11 uur of zo, ik weet niet. Gewoon zo 5 of 7 uur, zo van die goede uren. Ah ja, ik heb ook een vriendin, maar wees gerust, echt waar, je moet niet denken dat ik er een drama van ga maken of dat ik een fucking doek over haar hoofd ga leggen en dan fucking doek gewoon fucking aftrekken en zo. Ja, kijk, oh, dat is haar. 3, 2, 1... Ja, ik weet niet, ik ga dat niet forceren. 27 april zijn we een mooie 3 maanden samen. Mijn video's gaan waarschijnlijk over dezelfde bullshit gaan. Gewoon over video's. Er was zo een stofje of zo, of weet ik veel waar. En als je dat inademt, dan zeg je besmet. Ik ga gewoon zo qua editing, gewoon zoveel Minecraft edits of zo doen. Dat zijn de edits die ik het leukste vind. Daar haal ik altijd het meeste plezier uit. Dus ik dacht zo, ja, ik ben bezig voor mijn rijbewijs. Daarna komt de Volkswagen Golf waar het om gaat in tegenovergestelde richting voorbij. Ik ben met mijn theorie bezig. Ik ben hard aan het gaan. Video's geven mijn leven ook weer nut, man. Ik stond daar net in mijn kamer gewoon letterlijk te staan. In het midden van mijn kamer. Echt zo van, wat is mijn leven nu eigenlijk echt waar? Ik sta op. En ik moet precies al beginnen leren tot een gat in de nacht om gewoon dan weer te gaan slapen en gewoon het volgende weer te doen. Alles wat ik heb geschreven in die 3 examenperiode. Dus ja, ik ben terug, denk ik. Dit is een tamelijk makkelijke video omdat ik dingen aan jullie moet uitleggen. Omdat jullie niet op de hoogte zijn van wat er in mijn leven gebeurt. Het is gewoon het video idee bedenken. Daar is waar het schoentje wringt. De uitvoering is sava. Maar kijk. Misschien nu wel beter, ik weet het niet. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Ik hoop dat jullie allemaal blij zijn. Ik heb een comment gezien van iemand en die zei, we miss you. En dat was wel echt een tamelijk motiverende comment. Al zeg ik het met volle overtuiging. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Vergeet zeker geen like. Abonneer als je toch nieuw bent. Ik weet niet of er nu nieuwe mensen gaan komen. I don't fucking care. En deel deze video toch op Instagram, op Twitter, op YouPorn. Holy shit! Did you just come in your sister?